Welkom bij een gloednieuwe aflevering van It's Complicated. Ik zit hier met mijn zus Maai, mijn naam is Jay. Hoe is het dan? Ja, goed met jou. Lekker. Nice. Vandaag gaan we het hebben over iets wat onze gast heeft geïnitieerd. Deze man kennen we eigenlijk, we hebben hem leren kennen als YouTuber. Maar nu heeft hij van zichzelf toch een soort van duizendpoot gemaakt. Iemand die durft te praten over wat hij vindt. Vooral als hij het gevoel heeft dat hij daar iets goeds mee teweeg kan brengen. Iemand die volgens mij geloof ook heel belangrijk vindt in dat het mooi, heel mooi uitdraagt. Mijn collega bij de radio, hij is ook radiomaker. We kennen hem als YouTube, maar hij is gewoon Youssef natuurlijk. Ja, toch? Mooie introductie, man. Ja, ik probeer maar wat hoor. Ik weet het niet. Lekker, man. Ja, maar ik moest toevallig laatst voor jouw show invallen. Ja, hoe vond je dat? Dat vond ik, zeg maar, want ik ken de show nog voordat jij de show deed. Ja. En je merkt nu al dat jij gewoon een eigen following hebt gebouwd op radiogebied. Dat mensen standaard gaan luisteren voor jou. Oh, en dat ze, ook al zeg ik van, hey, je luistert naar Yous. Ze blijven zeggen van, hey Jay, draai deze pokoe. Zeg maar, ze willen niet accepteren. Hey, wauw, oké, dat heb ik nog niet. Echt veel berichtjes die voor jou binnenkwamen. Is echt goed om te horen. Oh. En het was gewoon een leuke show, leuke Het is een leuke show om te doen, toch? Zeker. Ik heb denk ik de leukste show van... ja, toch? Ik heb sowieso de leukste show bij Phonix. Weekend Request. Elk weekend checken van 10 tot 1 in de ochtend. Doe het. Geweldig, kijk maar, hij zegt het. Het mooiste is, de luisteraars mogen zelf bepalen toch wat ze willen horen en... Ja, dat maakt het. Nou, nu je toch hier bij It's Complicated ben, ik zit hier ook dus met Maai. En jij hebt gezegd, laten we het hebben over trouwen. Ja, en ik moet je zeggen, ik was echt blij. Want ik dacht er al aan om dit onderwerp in de show te gebruiken. En toen moest ik aan jou denken. Want als ik je stories kijk, met je kind en je leuke vrouw. Trouwmens. Echte gezinsleven heb je. En ja, en je bent ermee bezig ook echt heel veel. Ja, elke dag, man. Elke dag. Het is echt een... Het lijkt wel een extra job als je getrouwd bent. Lijkt alsof je een extra job erbij hebt. Mm. Want je moet nog een relatie. Moet je goed houden. Je moet aandacht geven. Je moet tijd geven. En omdat ik het initieerde was... Omdat ik natuurlijk de voorgaande afleveringen zag. Toen dacht ik bij mezelf van... Er moet wel iets nog komen wat... echt over trouwen gaat. Omdat ik het gevoel heb dat mensen in deze tijd trouwen. Denk van, hey joh, het is ouderwets. Ja, doen alleen maar, ik ben er echt allergisch voor. Conservatieve mensen doen dat alleen. Het is grappig dat jij dat zegt. Want hoe oud ben jij zelf? Ik ben nu 27. Dan zijn de meeste mensen nog niet eens getrouwd in deze tijd. En wanneer was je... Hoe ik ben 4 jaar geleden getrouwd. Dus ik ben nu 4 jaartjes getrouwd. Ik was 23. Was 2 dagen na mijn verjaardag. Dus ik was net jarig. En mijn vrouw, nog jonger, die was toen 21. Oh jee. Dus jij zou zeggen heel jong, eigenlijk misschien zelfs te jong om te trouwen. Maar ik denk bij mezelf, als wij het kunnen, waarom niet? Als we de middelen daarvoor hebben. En plus bij ons, qua geloof ook, moet je ook eerst trouwen voordat je kan zeggen van oké, dat is mijn dame. Anders gaat die familie gaat dat niet toelaten. Ja. Maar wanneer weet je nou dat diegene het is? Ja, dat is een vooral goede voor een vraag. Man. Volgens mij is dat voor jullie mannen nog moeilijker dan voor een vrouw. Ja? Want wij worden gewoon verliefd en we denken, ja, dit is het voor het leven of zo. Maar mannen, weet het niet. Jake kijkt wel een... Nee, ik ben aan het leren. Ik ben gewoon aan het leren. Ja. Ik zeg je, bij mij was het meer zo van... Af en toe heb je die discussie met je partner. Dan zeg je van, wie was eerder verliefd? Jij of ik? Maar ik heb het gevoel gehad dat ik dat niet in het begin meteen had. Mm-hmm. Van, hey, ik ben gelijk stapelverliefd en dit wordt de vrouw van mijn dromen. Want dat soort verhalen hoor je wel eens. Maar mijn vrouw die had dat wel heel erg bij mij. Maar dat hoor je altijd wel hoor. Die zei wel van, oké, ik weet niet. Ik had gewoon een feeling bij jou. Ik wist gewoon van, oké, deze man is iemand met wie ik lang ga kunnen leven. En waarmee we uiteindelijk zelfs kinderen kunnen maken. Dus ja... Het moet met tijd komen. Het is niet, bij mij is het niet een besefmomentje van, oh, nu Hoe opeens... Hoe lang heeft het geduurd? Toch wel een paar jaar voordat ik dacht, oké, dit is... Maar wat gaat er dan in je om als man van... Ja, dit is... Je gaat overwegingen maken toch van, oké, jij gaat trouwen. Ja. En deze persoon ga je de rest van je leven mee moeten zijn. Elke dag naast wakker worden, et cetera. Is dit wel de persoon die ik daarvoor wil hebben? Ga ik niets laten spijt krijgen? Moet ik misschien nog niet wachten? Dat is wat je in het begin gaat denken. Maar wat ik zeg met tijd. En als je ziet dat je echt om elkaar geeft. En je houdt echt van elkaar. Ja, op een gegeven moment klikt het gewoon. En dan denk je bij jezelf ook van. Weet je wat? Ik ga gewoon deze stap maken. Mm. En ik ga die hand vragen. Hoe was dat? Was het spannend? Oef. Was toevallig hier ook in Rotterdam. Mijn vrouw komt uit Rotterdam. Ik kom uit Den Haag. Mm. En dit is niet per se gebruikelijk binnen de islam.
Mm-hmm. Maar dit is wel iets wat je nu de laatste tijd vaker hoort. Is dat de vader eerst, nog voordat je echt naar die huis gaat om officieel hand te vragen met jouw familie, allemaal die kant op gaan. Dat je eerst nog met die vader eventjes gaat zitten, kennismaken. Mm-hmm, mm-hmm. En dat heeft die vader ook gevraagd. Dus ik kan mij nog herinneren. Ik zei tegen mijn vrouw ik zei tegen haar studienummer van je vader. Maar hij wist het al wel. Hij wist het wel, dus okay. Hij had hem toen ingelicht. Dus, maar als je hebt ingelicht, betekent dat je snel moet gaan bellen. Je kan niet, wat is met deze jongen? Hij laat mij 2 weken wachten totdat hij gaat bellen. Dus ik gelijk die volgende dag gebeld. Tegen hem, ik ben dit en dit. En ik ben met die dochter in contact gekomen, et cetera. Toen zei hij van, heb je tijd vandaag? Ja, ik zeg, ja. Want je wilt niet zeggen nee, toch? Ja. Ik wist niet eens of ik tijd had. Maar ik zeg gewoon, ja, is goed. Kom, ontmoeten elkaar hier bij hotel. Gaan we gewoon zitten, gaan we even kletsen. Ik daar naartoe. En op een gegeven moment hoor ik van, mijn broer gaat ook mee. Dus zij heeft ook nog eens broers. 2-1. En die oudste broer. Ja, dus maar dat moet. Ik dacht 2-1. Maar ik dacht van, oké, wat ga ik nu doen? Want bij mij, ik heb geen vader in mijn leven die met mij mee kan komen, zeg maar. Dus wie ga ik meevragen voor zoiets? Dat het niet 2-1 is. Dat ze mij gaan ondervragen alsof ik op verhoor ben. En eindstand had ik mijn beste mattie meegenomen. Die toevallig zelf ook heel vroeg is getrouwd. Dus die weet al hoe het is. En ja, uiteindelijk was het gewoon een goed gesprek. Elkaar de hand gegeven. En nu is het gewoon alsof het mijn vader is. Ja, en, dat is mooi is dat, hè? Ja, het was wel zenuwachtig. Ik zeg eerlijk. Ik dacht bij mezelf, wat gaat hij vragen? Right? Ja, toch? Want hij ging me wel vragen van, ja, ik zie af en toe dingen van jou op internet. Want ik was wel bekend van, ja. En ga je daar wel mee door? Of wat is precies jouw bedoeling daarmee? En het is moeilijk om eerlijk te zijn en tegelijkertijd. Maar onze coaches, want ze kennen dat niet. Die oude garde, die weet niet. Die denkt van, ja, filmpjes maken, oké, leuk. Ja, dat is geen echte baan. Maar hoe verdien je geld dan? Ja. Ja, met dat. Maar nu begrijpt hij het. Ja, en toen was dat wel moeilijk, zeg je eerlijk, ja. Wauw. Dat is lastig, hoor. Jongen. En mag ik vragen hoe lang jullie elkaar kenden voordat je naar haar vader stapte? We kenden elkaar wel een periode, aantal jaartjes. Maar dat was niet echt van, we gaan echt, bij ons bestaat niet daten. Mm-hmm. Snap je? Dus we kenden elkaar. Ik heb haar voor het eerst leren kennen hier toen ik gevraagd werd voor een tv-programma. En zij liep toevallig in dat gebouw, liep zij stage. En via daar heb ik haar een keer gezien. Nou, onderhoud je wel eens contact. En ja, dus niet heel lang daarvoor, maar wel wat. Een periode. Oké. Ik kan me niet zeggen precies hoe lang en zo. Maar dat is toch best wel een soort van uniek, vind ik ook in deze tijd. Relatief dan, hè? Relatief, want dat gebeurt gewoon natuurlijk wel. Maar zowel, je hebt eigenlijk een soort van sicke love story eigenlijk, bro. Ik gewoon duik weet je hoeveel mensen eigenlijk dit willen? Nee, maar weet je hoeveel mensen eigenlijk dit zouden willen? Ja, man. Eigenlijk, als je gaat trouwen, leer je een persoon pas echt kennen. Mm-hmm. Dat heb ik gemerkt. Dus je kan wel met elkaar gaan daten en afspreken, et cetera. Maar als je niet met elkaar woont, leeft, et cetera, dan ga je elkaar nooit echt leren kennen. Dan ga je alleen die goede kant zien. Dan ga je heel vaak, want dit zeg ik ook altijd, maar dan ga je heel vaak van mensen horen van, ja, maar dat heeft niks met trouw te maken. Dat gaat om samenwonen. Dat is ook zo. Maar ik vind nog steeds dat het zonde, als je echt met iemand voor je hele leven wil zijn, waarom zou je het symbolisch niet verder doorvoeren naar het trouwen met elkaar. Ja. Dat is ook zo dat de familie... Ik ben nog niet getrouwd. Nee. Hoe komt dat? Te lang gewacht. Maar het betekent niet dat je het niet wilt. Nou, ik zal het je vertellen. Nee, het is niet dat ik het niet wil. Ik zal het je vertellen. Aan mijn moeders kant, mijn moeder is Antilliaans. Ja. Bijna al mijn tantes, van de 8 zijn er 6 getrouwd. Inclusief mijn moeder is ook getrouwd. Okay. Bij ons in de familie is het echt zo. Mijn nichten, die jonger dan me zijn getrouwd. Oh. Bij ons is in de familie, dus beide kanten zijn mijn familie best wel gelovig en wordt er echt waarde gehecht aan het trouwen. Mm-hmm. Dus ik heb het wel echt meegekregen. Het zou eigenlijk ook helemaal niet kunnen dat ik een vriendin heb en samen met haar woon en niet getrouwd ben, zeg maar, basically. Maar er wordt wel gewoon gerespecteerd en er wordt geen issue van gemaakt. Maar we weten allemaal wel dat we het anders hebben geleerd, zeg maar. Aan mijn vaders kant krijg ik de islam weer mee. En daar is het ook gebruikelijk. Eigenlijk exact hetzelfde gewoon. Maar je bent rebels. Ja. Niet of eens bewust. Hij heeft toch te veel bruiloften al gedraaid. Hij denkt van, dit hoeft niet voor mij, hoor. Misschien heb ik mezelf tegen, hou ik mezelf tegen of heb ik mezelf tegengehouden met ideeën die eigenlijk er niet echt toe doen of zo. Okay. Van oké, als ik het doe, moet ik het wel. Want ik heb de 6e huwelijksaanzoeken. De 6e huwelijksaanzoeken heb ik gezien. Ja. De 6e bruiloften heb ik zo'n beetje wel gezien. Ja, weet je hoe ik mijn vrouw ten huwelijk heb gevraagd? Nee? Via WhatsApp gewoon. Nou, wauw. Sorry, maar moet je echt niet via WhatsApp kan dat? Nee.
Ik heb gewoon gezegd van laten we het doen, klaar. Dit wordt sowieso het stukje wat we in die promo gaan stoppen. Ja. Dat snap je wel. Yo, WhatsApp, ik zeg je eerlijk. En daarna de nummer gekregen, naar die vader gebeld en klaar. Het hoeft niet. Ik ben daar niet van op een knie gaan en ring en hartjes. En, kijk, het van hoeft een ook naar niet. Nee, dat hoeft allemaal niet. Dat is te extreem. Kijk, ik denk ook dat mannen heel erg een heftig beeld hebben van een huwelijksaanzoek, van een trouw. Want mannen zijn ook heel vaak van, als ze het wel willen, dat ze denken van, oké, maar als ik het doe, doe ik het goed. Ja, man. Snap je? Ja, man. Maar wat is goed? Ja, dat is waar. Snap dat je? Is het, ja, dat is het. Het hoeft niet. Het gaat om je geliefde om elkaar hebben, er leuk uitzien met elkaar, feest vieren, samen met proosten, klaar. Ja. Ja. Weet je toch? Het hoeft echt niet. Tenminste, ik weet niet hoe jullie vrouwen zijn of hoe andere vrouwen zijn. Maar voor mij... Maar wil jij wel trouwen graag? Ik wil heel graag trouwen. Ik zei ook altijd van, ik ga sowieso trouwen en dan kinderen krijgen en alles. Want dat is ook in onze cultuur. Maar ja, this girl past age of... Maar leeftijd zegt niks. Hè? Want dat je eerder trouwt betekent niet gelijk dat je gelukkiger bent of wat dan maar ook. Maar ik weet niet of ze het in het Marokkaans ook hebben. Maar in het Iraans zeggen ze als een vrouw op een bepaalde leeftijd ouder wordt, dan word je verzuurd of zo. Hoe zeg je? Ik ken dat niet. Ik ken dat ook niet, maar ik bedoel meer dat je bent verzuurd, dus het komt niet meer goed met je. Dus, maar dat is ook wel meer een grapje. Ja. Maar het is meer van, je bent ouder. Ik ben niet steenoud, dan... guys. Ik ben 29, maar... Ja, maar je bent super ouder, dus misschien minder... Je valt voor... er is een kleinere doelgroep die misschien nu op je valt. Iets minder. Dus die jonge gasten misschien... Misschien dat. Ja, nee, die schrijf jij ook af natuurlijk, die jonge boys. Ja, die schrijf ik allemaal af. Omdat ik niet op jongere gasten val. Maar ik weet het niet. Hebben jullie... Tenminste, ik heb het gevoel de laatste tijd... Alsof, zeg maar... trouwen onder vuur ligt of zo. Mm. Alsof het niet... Ook vooral als ik op social media zo kijk, dan zie je allemaal filmpjes waar eigenlijk trouwen bedoel ik, een beetje wordt... Ja, een soort van... Wordt een beetje neergesproken op trouwen of zo. Maar kijk, het heeft er ook te maken met dat het een heel ding was op een gegeven moment... relaties en geld. Weet je wel, dat vrouwen alleen maar uit zijn op geld. En daarom willen trouwen. En dan onder gemeenschap van goederen. En weet ik veel wat. Dus dat, daardoor werd het heel moeilijk of zo. Het werd een heel ding. Zeg maar, er kwamen te veel dingen bij. Ja. Waar je rekening mee moet houden. Ja, kijk, het maakt het allemaal enger. Ik hoor wel van veel jongeren, veel boys ook die zeggen van ja, ik wil wel trouwen. Maar ik heb die doeken niet voor een bruiloft. Of ik zeg maar, ik kan dat niet halen, dat soort dingen. Terwijl trouwen niet per se veel geld hoeft te kosten. Het hoeft allemaal niet zo groot. Het hoeft allemaal niet. Doe een etentje met je familie, klaar. Getrouwd. Stadhuis, handtekening zetten, klaar. Getrouwd. Je kan het zo gek maken als je wil, inderdaad. Alleen mensen willen het groter. Zeg maar, het is wel iets groots, maar ze willen het te groot maken vaak. Of, wat jij net zegt, ze denken van... Ah joh, dat is allemaal poppenkast, daar doe ik niet aan mee. Juist. Nou kijk, zeg maar, wat ik zie op social media... En het is iets... Het is zeg maar een sentiment die ik niet deel met wat ik zie. Maar dat is wel wat je terug blijft zien is... Het argument is dat trouwen minder voordelen voor de man heeft dan voor de vrouw. Want stel nou dat je dus... Wat ik zeg, weet je, als je gaat scheiden van mij als man... Ben ik de helft kwijt van alles wat ik heb opgebouwd. Moet je snel voordat je gaat scheiden, moet je eerst alles opmaken. Dat er niks meer is. Pak de helft van niks. Pak de helft van niks. Alles ik geef alles aan mijn tante. En dan ga ik scheiden. Dus sommige mensen hebben daardoor het idee van ja, trouwen is eigenlijk echt een zakelijke overeenkomst. Dat is ook wat mensen zeg maar zeggen. Ik zeg het je, nogmaals, ik zou echt graag willen trouwen. Maar. Maar wat houdt je tegen? Er is niks wat tegenhoudt. Partner wil ook. Gaat gebeuren. Ja, ik zou het meteen. Ja, bro, ik ben daar, man. Ik kan ook van jou tunes zingen. Ik wil zware cadeaus. Wil ik kan jij chillen die dag? Ik wil zware cadeaus. Ik wil zware cadeaus. Ik zeg het alvast. Je krijgt wel cadeautjes, okay. Dat is wel leuk. Joes, wat zouden de redenen zijn die je nu jongeren zou kunnen zeggen van... trouwen is wel dat ding. Ik raad het aan. Kijk, voor mij is het een geloofskwestie waarom ik ben gaan trouwen. Mm-hmm. Voor ons is het zeg maar zo dat op het moment dat jij trouwt... maak je je leven compleet. Bij ons, wij zeggen dat, je dien maak je dan compleet, je geloof. Dan twee zielen, die komen dan bij elkaar. En dat is dan één. En jullie zullen voor de rest van je leven met elkaar blijven. Alles ga je met elkaar delen. Je gaat kinderen met elkaar krijgen. Alles, dat is jouw partner voor de rest van jouw leven. Mm-hmm. Dat is iets wat wij, wat ons aangeraden is om te doen. Wat bijna verplicht is om gewoon te doen. Dat is trouwen. En waarom ik dat voor jongeren heel graag wil, is omdat het voor mijn geval heel veel rust heeft gebracht. Mm-hmm. Want ik heb een druk leven... wat Jane begint zei, 1000 poot, ik ben met mijn hoofd op 20, 30 verschillende dingen ben ik bezig. Maar op het moment dat ik thuis kom,
heb ik rust. Want dan is mijn vrouw daar. Eten is daar. gewoon die warmte is daar. Je kan met haar alles family. Delen. Je kan met haar praten. Family. En nu heb ik ook een kleine erbij. Dus in principe zijn er echt... Mensen denken ook van als ik ga trouwen... dat het dan financieel gaat het juist moeilijker worden, et cetera. Ik heb nog nooit zoveel geld verdiend na het trouwen dan daarvoor. Mm-hmm. Juist omdat ik met mijn vrouw... Wij zijn een team, we werken ook samen, et cetera. Maar dat komt allemaal omdat wij alles met elkaar delen. Dat is echt mooi. En gewoon open en eerlijk zijn met elkaar over alles. En zo hoort het ook. Ik denk ook als je die vibe niet hebt, dat je niet moet trouwen met die persoon. En niet moet zijn. Ik ben ook zo iemand. Als ik niks meer voel of ik ga gelijk zeggen. Ik ben geen iemand die vreemd gaat of weet ik veel wat. Mm-hmm. Ik ben iemand, ik ga jou gelijk zeggen, ik voel niks meer en het is klaar. Mm-hmm. En dan is het zeg maar klaar. Maar ik hou juist van dit. Gewoon één dame, ik weet, samen oud worden. Samen op een berg in Marokko een huisje bouwen. Je weet toch, dat zijn de goals voor mij. Hé, maar hoe... Want eigenlijk ben je zeg maar gedeeltelijk ook traditioneel. Het is niet alleen geloof, maar het is ook een beetje traditie ook. Zeg maar, het is allebei een beetje... Snap je wat ik bedoel? Bro, als je mijn Marokkaan, als je 12 bent, vragen ze aan je... Hey, ben je al getrouwd? Ja. Begrijp je? Snel, man. Maar in hoeverre ben je traditioneel in huis ook? Binnen je huwelijk? Ik zag laatst dat je bijvoorbeeld het vuil... Je vrouw weigert om het vuil buiten te zetten. Maar wat is dat met vrouwen en vuil? Want ik moet ook het vuil buiten zetten. Eerlijk, ik heb vandaag nog gedaan. Man. Ik heb het gisteren gedaan. Ik nog. Wou dat mijn kat het zelfs voor me kon doen. Want ik haat het. Ze zijn bang dat net je trekt die zak zo. En dan die sappen komen zo uit die zak. En dat komt dan op hun. En dat stinkt. En het die is dingen. Zwaar. Het is groot. Het is... Nee man, is het niet voor ons om te tillen. Ik had laatst die ruzie daarover thuis met mijn vrouw inderdaad. Van jij moet een keertje ook die vuil in de zak doen. Zei ze van jij moet ook een keertje de was doen. Ik doe bijvoorbeeld nooit de was thuis. Ja, ik kan me niet herinneren wanneer de kleding heb gewassen. Ik zeg je eerlijk, ik doe ook nooit de was. Ik hang hem wel eens op. Ja, ik ook. Ik hang hem wel eens op. Oh, we slopen heel de set hier. Oh, je slopen, dat doe je thuis dus ook. Thuis ook. Maar dan heb je die gevoel van, oké, ik heb iets gedaan. Maar dus zo kan je met elkaar verdelen, toch? Als jij gewoon je afval doet, doe ik dit en dan doe jij dat. En dan... Ik ben heel traditioneel in die zin van... Jij doet alles. Ik vind als man zijnde, moet ik alles betalen. Dus ik betaal huur, ik betaal de stroom, ik betaal alles wat wij zeg maar gebruiken om te leven, betaal ik. En ik vind zelfs als man zijnde dat ik mijn vrouw geld moet geven, zodat ze haarzelf kan kleden. Mm-hmm. Dus dat ze haarzelf kan kleden als wat het gemiddelde hier draagt. Dus ik zeg niet hier 5 bark, ik koop Gucci tas. Nee. Maar ik zeg hier geld, koop wat voor jezelf. Om gewoon. Dat vind ik dat een man moet doen. Ik alle kosten op zich nemen als hij dat kan. Mooi. En de vrouw is gewoon vrij om te doen. Ik zeg tegen haar, dit huis is van jou. Jij bent de baas. Wil je muren roze maken? Maak roze, maar maakt niet uit. Zeg maar, dat is een beetje de verdeling in huis. Van, is ook wel zo. Ik doe alles qua financiën. Maar zij regelt heel het huis. Maar jij bijvoorbeeld, jij kookt nooit? Weinig. Zeg ik wel eerlijk, weinig. Maar je doet het wel eens. Het is niet ik doe het echt niet. Ja, niet. Ik kook eerlijk gezegd niet in de avond. Ik doe meestal ontbijtjes. Dat is mijn ding. Maar dat dus is ik fix leuk. Voor mijn vrouw af en toe, je weet, goede ontbijt. Maar avond eet het niet als ik dat maak. Like, mijn ouders zijn ook heel traditioneel, weet je wel. In onze cultuur hebben we dat ook. Maar mijn vader is dan wel zo. Als mijn moeder bijvoorbeeld... de avonddienst heeft en hij is thuis, dan gaat hij wel even stofzuigen of zo, weet je wel, voor mijn ma. Dat ze als het thuis komt, dat ze denkt van... Ah, ik hoef niet meer te stofzuigen. Ja, dat soort dingen kunnen gewoon. Dat doe ik ook gewoon thuis, helpen waar het kan. En zeker als je kinderen hebt, dan... Vooral. Ja, dan is het al helemaal... Het is wel grappig. Ik ben echt zo'n vader die 3 keer in de week gewoon kookt en de keuken opruimt en... Wat goed. Ja. Kijk, stofzuigen doe ik niet echt vaak. Dat moet ik eerlijk toegeven. Schoonmaken zelf echt doe ik niet vaak. Alleen in de keuken maak ik schoon. Mm. Snap je? Vaatwasser, borden, dat soort dingen. Of vuilnisbak weggooien. Maar en koken doe ik echt strak 3 keer in de week. Ik kan je het zelf zeggen. Maandag, dinsdag, donderdag kook ik. Dat is standaard bij ons. Oké. Ja. Dat is wel nice. Want dan komt mijn vrouw van werk. En dan wil ik gewoon dat ze binnenkomt met een bord op tafel. Ik wil niet dat ze binnenkomt en... Schat, ga je voor wat maken dan? Of zo? Of schat, waar heb je zin in? Dat ik het dan vraag of zo. Kan niet. Ze moet binnenkomen. En ze moet... Of... Je hoort in die keuken. Of het moet al daar, bam, net neergezet. Wat ik probeer is, ze komt binnen. En dan eigenlijk na een minuut moet het er staan. Zo, bam. Wat zijn jullie toch goede mannen, zeg. Hey, hij plus mij, man. Ik zeg eerlijk, weet je wat ik doe? Ik zeg dan van, als ik haar niet wil laten... Want ik ga niet mijn vrouw elke dag laten koken. Dus ik ben ook niet elke dag thuis met avondeten. Ja. Dan zeg ik van, waar heb je zin in? Ik bestel het. Oh, ja. Klaar.
Heb je het opgelost? Ja, het dat opgelost. Is ook nice. Ja. Dat is ook lekker. Maar dan wat zij lekker vindt. Mij maakt niet uit. Waar jij wilt. Ja. Dat is vaak het geheim van een goed huwelijk. Er zijn veel meer goede mannen. Ja, maar het geheim van een goed huwelijk is gewoon zeggen van tegen die vrouw van... Ben jij tevreden? Wacht even, hij gaat iets zeggen nu. Wat zeg je? Wat zeg je? Maar wat ik net... Het geheim van een goed huwelijk is gewoon aan je vrouw vragen van... Ben jij goed? Oké, ben ik ook goed. Ben jij niet goed? Wat is er niet goed? Ga ik fixen? Dan zijn we beiden weer goed. Amen. Zo simpel is het. Simpel. Vrouw blij, huis blij, iedereen blij. Maar je gaat niet doen alsof het zo simpel is. Want als ik één ding nu zeg, gaan jullie het allemaal herkennen. Wat is er aan de hand? Niks. Dat is wel een toren. Maar daar moet je doorheen prikken. Niet, maar dat is daar dus... moet je nu door. Opeens is het niet meer simpel. Nu moet je doorprikken. Wij moeten vaak wel proberen te kunnen achterhalen wat wij... Broer, je moet een soort gekke soort paranormale kill zijn. Nee. Van, nu het rare is, dat heb ik wel. Dus ik wacht heel even, goed ik weet het. Ik weet het. Ja. Ik heb mijn onderbroek naast de wasmand te laten liggen. Dat is het. Jay, wacht. Je gaat echt te ver. Zit rustig. Dus als hij tegen zijn vrouw vraagt, ben je goed? En zij zegt, ja hoor. Dan weet je toch dan al ik genoeg. Weet, daar is iets. Maar waarom? Je moet het maar waarom? Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik wil bijvoorbeeld bij dat glas komen. Waarom moeten we zo rijden? Omdat bro, zo we werken terwijl we ook zo kunnen naar het... Bro, ik zeg eerlijk, waarom? Zo werken vrouwen, man. Oké, dat snap ik, maar zeg daar niet simpel. Maar waarom moet jij dit hebben gedaan... Zodat ik dit doe. En dat is het. Nee, als je zegt dat er dit is, dan is dat nee, ook kijk, weer als niet ik aan jou vraag, als ik aan jou vraag van... What's up? Niks. En ik moet daar doorheen prikken. Ik moet links, ik moet dit. Om uiteindelijk te komen op het punt dat je het wel zegt. Waarom zeg je het gewoon niet meteen? Nee, omdat er al heel veel vooraf is gegaan. Oké. Voor het stampje. Maar dus om terug te komen dan op wat jij zegt. Een geheim. Een geheim voor een goed huwelijk. Nee, je hebt het punt goed uitgelegd. Okay. Geheim van een goed huwelijk is dus rekening houden met wat een ander wil. Juist. En als een vrouw zegt bijvoorbeeld niks, wat jullie net deden van er is niks aan de hand, dan gooi je het gewoon op van, tenminste zo doe ik het altijd, niks. Waarom kijk je dan zo raar? Yeah. Hoe bedoel je niks? Er is iets hoor, zeg wat is er? Ja. Yeah. Dat is wat ze willen. Dus dat gooi ik gelijk eruit. Dat is wat ze willen. Hey, dat is een mooie line. Dat is een mooie tekst. Dan is het gelijk eruit. Dan gaat ze 5 tot 10 minuten gaat ze dan alles eruit gooien wat er is. En dan gaan we kijken of we het kunnen oplossen. Maai, is dat wat jullie willen? Ja? Jij weet wat ze willen. Ja. Maar, okay, maar af en toe heb ik daar ook geen zin in. Ja. Eén vraagje. Wat is een nadeel aan trouwen? Nadeel aan trouwen is dat je alles deelt. Dus je deelt alles, letterlijk alles. Ook mijn kleren worden gewoon uit mijn kast getrokken en shit. Mijn trainerspakken verdwijnen. Mijn grote hoodie-truien verdwijnen. Eten, als ik iets wil eten. Ik moet vragen van, wil jij dit ook eten? Ja, maar niet alleen dat. Niet alleen dat. Nee, dan krijg je deze. Nee, ik hoef niet. Schat, weet je zeker dat je hem wil? Nee, ik hoef echt maar niet. Maar ik ben radicaal. Nu kom je met je bord. Yeah. Nu kom ik met mijn bord groot zitten. Dan krijg je geen zin toch? Dan gaan ze kijken. Maar nu ben je zo. Nu ben je zo naar die film aan het kijken. Die film is daar, maar je bent hier. Het is ook altijd lekkerder als het that way gaat. Nu voel je gewoon een must be nice vibe. Must be nice. Ik maak ruzie nu met is het gewoon een. Nu komt er een hand in je bord. Yeah. Nu ben je raar als je doet. Hey, maar yo. Dat is toch leuk? Nee, ik heb dat. Maar ik kan daar niet tegen, zeg maar. Dat is iets waar ik niet tegen kan. Mijn vrouw weet dat ook en ze doet expres bij mij, omdat ze weet dat ik niet tegen kan. Ik vraag, wil jij? Nee, is goed. Ik ga bestellen voor mij dan alleen. Jij hebt toch gegeten? Zeg je, klaar. Weet je zeker? Oké. Okay. Ik heb een oplossing. Ik heb een oplossing voor dat. Bestel alsnog stiekem dat ene dingetje wat ze lekker vindt extra. Voor de zekerheid. Als risico dat jij het toch misschien moet opeten. Dat is een goeie. Die heb ik ook weer gegooid. Dan bestel ik gewoon wat kipnuggets erbij of zo. Juist. Kipnuggets. En dan is het afgeleid, kipnuggets. Nu kan ik mijn ding eten. Snap je? Ja, zo doe ik het dus. Echt, we zijn, eigenlijk moet nog twee vrouwen hier hebben. Dan worden we nog klaar. Luister, over hoe mannen zijn en vrouwen zijn. Ik heb een bijzonder feitje. Eerder dit jaar publiceerde de krant Metro dat er uit onderzoek is gebleken dat 19% van de getrouwde stellen in januari heeft besloten te willen scheiden. En 25% van de mannen hun relatie wil beëindigen. Dat is veel. Maar de grootste reden zou financiële druk zijn die voor de spanning zorgt in de relatie. Dus over het algemeen eindigen 35% van alle huwelijken in een scheiding en zijn mensen gemiddeld 14 jaar getrouwd. Ik zeg eerlijk, ik vind het nog best wel weinig hoor. Ik had het hoger verwacht. 35% vind ik veel. Ik had het hoger verwacht. Ja? En 14 jaar getrouwd gemiddeld. Gemiddeld, ja. Ja, dat is...
Kijk, ik ben nu dat vier... betekent dat heel veel mensen toch veel meer getrouwd zijn, veel langer getrouwd zijn. Klopt, klopt. Maar ja, dit is dit had ik niet verwacht, zeg maar. Dat het zo. Het zijn ook heel veel. Ja, dus 14 is het gemiddeld. Dus er zijn mensen die langer, 20 jaar misschien. Nou, korter. En dan kom je meestal bij die midlife crisis, toch? Dat is ook wel vaak een oorzaak. Ja, ik denk dat er op een gegeven moment ergens een punt gaat komen in beide zijn leven. Helemaal als je ongeveer rond dezelfde leeftijd zit met je partner. Dat er een soort van midlife... Je kan het een midlife crisis noemen. Of de ene persoon wordt opeens heel anders. Of vind jij dat bijvoorbeeld niet eng omdat jij jong bent getrouwd? Dat jullie op een gegeven moment gaan verschillen? Nee, ja... Af en toe hebben we wel eens gesprekken daarover. Want vroeger was ik zeg maar... Dat zegt mijn vrouw ook wel. Vroeger was je veel liever. Deed je veel meer. Oh, deed je veel meer aandacht en zo. En nu is dat wat... Ja, je wordt ouder. Je wordt ouder. Je bent wat kalmer en rustig. En we doen minder leuke dingen en zo. Dat is wat ik wel hoor. Maar dan is het gewoon de taak aan jou om dat juist nog steeds erin te brengen. Ja. Die date night. En die, dat je gewoon even ergens leuk naartoe gaat. En dat je... Het huwelijk moet leuk blijven door steeds leuke dingen ook te blijven doen je met elkaar. Je moet ervoor werken. Je moet wat ik net zei, het is een extra job die je Zeker. Hebt. En als je er ook zo naar gaat kijken en het ook zo gaat behandelen, dan ga je net zoals die koppeltjes worden die 40, 50 jaar met elkaar getrouwd zijn en nog steeds met elkaar zijn, weet je. Ik zei altijd tegen mijn vrouw, ik zeg, als jij weggaat, stel voor jij gaat weg, ik denk niet dat ik ooit nog ga kunnen trouwen. Ik denk niet dat ik dat ga kunnen opbrengen. Ik zeg weet maar, ook die niet of je trouwen tijd. Een tweede keer doet. Ik ken er een paar die 4, 3 keer... Het zou wel moeten, maar ik zou dat niet voor mij... Ik kan dat niet handelen. Vanuit je cultuur en geloof. Maar niet alleen dat. Hij is nu getrouwd. Dus het is heel moeilijk om natuurlijk buiten dat te denken. Ja, het is heel moeilijk. Niet voorstellen. Het is al heel moeilijk om buiten jezelf te denken. Laat staan uit een... Maar ik vind wel een soort van trouwen doe je één keer. Want dat probeer je wel. En dan, toch? Ja, maar Maai, dat probeer je. Maar je weet het natuurlijk niet. Snap je? Dat is moeilijk. Als je kinderen hebt in een huwelijk, dan wil je vaak... als ik mag praten vanuit mijn eigen dingen wat ik heb meegemaakt met mijn moeder, met mijn vader en zo, willen ze dan het proberen meer voor het kind dan dat ze echt van elkaar houden, weet je? Ja, ja. En dan heb je geen gelukkig en gezond huwelijk. Ja. Dan kan je beter kappen. Je had het net over het geld, weet je wel? Van ik ben een man in huis, ik hoor het geld, laat maar zeggen, binnen te halen voor hoe we leven en jij toch? Mm-hmm. Ik heb een hele leuke. Leuke, een complicated question erover, die erbij past. Iemand vraagt ons, hoe zorg ik ervoor dat mijn vriendin minder geld uit gaat geven? Oké. Maar bedoelt hij bedoelt dan haar, dan hij bedoelt dan zijn geld? Ja, basically. Zijn geld, want kijk, mijn vrouw verdient wat ook als het haar geld. Ik wou net zeggen, wat gaat hij zeggen over haar geld, snap je? Ja, of misschien überhaupt, want wat we al eerder een keer zeiden in een podcast... Jouw geld, mijn geld, dus ons geld. Dus misschien geeft ze haar geld zo extreem uit... dat nee, er niks voor het bij gezin mij niet. Blijft. Wat zij verdient, dat raak ik niet aan. Okay. Daar wil ik niks van maar weten. Maar daar doet ze toch wel eens boodschappen voor of zo? Dat kan, maar dat doet zij dan zelf voor het gezin. Ja. Zeg maar. Dat kan, maar ik zou nooit tegen mijn vrouw kunnen zeggen... Hey, geef maar mij 50 stel, euro. Of, ik heb je iets, ziet ik haar spenden voor lijf op haar eigen money die ze verdient? Dat is haar geld, dus ik mag daar is maar haar recht. Maar ga je dan niet op een gegeven moment denken van schat? Alleen als we het financieel zeg maar moeilijk hebben... Dan is dat ander fout. Dan is het gewoon een probleem. Als je dan geld blijft uitgeven terwijl dat financieel niet kan. Mm-hmm. Maar als dat financieel mogelijk is en zij wil het geld uitgeven. Ja, ik zie elke week komen bij mij dozen van de H&M en van de Amazon. En van de Zalando allemaal binnen. Ja, en de helft wordt weer teruggestuurd. Yeah. En de helft ja, ik ben een beetje dat probleem bij ons, denk ik. Ik koop soms echt. Ja, ik heb een probleem met schoenen kopen. Oh. En ik zweer het je, ik draag maar 2, 3 schoenen. Al god weet hoe lang. Ik draag nooit meer schoenen, maar ik koop wel meer schoenen. Maar je bent sneakerhead, zeg maar. Je hebt dat zo, mag je ik. Hebt sowieso die dozen ook van die schoenen bewaren. Ja, sowieso. Omdat ik de helft er niet uit heb gehaald. Okay. Maar ik heb gisteren bijvoorbeeld nog een schoen gekocht. Mm. Omdat ik weet dat ik het in de zomer al wil aantrekken. En in de zomer zegt hij nou misschien volgende zomer. Bro, maar dat is... Ja, dat is wel een beetje is, een ding. Zeg maar, dat, zo ben jij. Dat zit al in jou vanaf way back. Ik koop gelukkig geen dure dingen meer. Dat niet. Ik koop gewoon wel betaalbaar, gewoon leuke sneakers. Maar niet meer naar de PC. En dat soort dingen doe ik niet zomaar. Jou, niet zomaar. Dan dat jij dat niet minder doet? Dat gaat niet, want dat doe ik met mijn eigen dinero. Ja. En gisteren bijvoorbeeld zei ik gewoon van... Oh ja, trouwens.
Zei van, hey, luister dan, die schoenendozen beginnen nu echt heel veel te worden. We moeten even iets gaan bedenken voor dat. Want het lijkt alsof het gewoon alleen maar, je weet toch, veel meer wordt. En oh, dan ga je niet blij zijn met wat ik gisteren heb gedaan. Ja. Zo, wat? Ik heb weer schoenen besteld. Maar ik dacht, ja, die ga ik in de zomer wel echt aantrekken. Gewoon. Oh, dacht, ja. Ze had weggegooid. Ik koop ook schoenen van, oh, maar die kleur heb ik nog niet. En dan koop ik die schoenen. Maar ik heb nooit één keer gekeken in de doos of het die schoenen waren. En, maar ik ga ze ook niet verkopen. Dus, ik koop nooit iets. Alles wat ik maar, draag, krijg ik. Ik koop maar oké, okay, maar hoe los je op als je partner... Want ik denk dat het meer een probleem is als je partner jouw geld aan het uitgeven is. En te veel. Ja. Ja, hoe los je dan, dat op? Dan moet je gewoon daar echt hele goede en duidelijke afspraken over maken. En diegene moet dat geld ook niet kunnen aanraken. Ik weet het. Misschien gewoon een rekening openen. Geef diegene een pinpas. En er is een soort van money die daarop gaat. Die kan je bossen. Elke week. Die. Jou, maar je kan bossen, maar meer dan als dat op is, is het al klaar. Maar het is gewoon buiten het feit dat je iemand moet coachen omdat hij te veel geld uitgeeft, dat je diegene leert met geld omgaan. Ja, voor het lijf, voor het leven. Ja, hoe leer je iemand dat? Door een bepaald budget te geven, weet je. In onze relatie, je moet leren met geld omgaan. Het gaat niet om uitgeven, maar ook sparen. Dan kan je nog iets groots voor jezelf kopen. Je verbaast je wat mensen met bedragen kunnen doen. Vroeger moesten wij ook leven van 50 euro per week. Ingezien, want dan ga je schrikken wat je toch uit die 50 euro kan halen als je echt je best doet. Ja. En dan leer je met geld omgaan. Ja, is echt zo. Dus het beste advies is zorg dat diegene niet in de buurt komt van rekeningen of wat dan ook, want diegene gaat probleem maken. Ja. Dus leer je wifi dan in dit geval gewoon met geld omgaan, maak extra potjes, geef er gewoon de kans om te leren om met geld om te gaan. Ja. En misschien zelfs sparen. Dat is wel een ding hoor. Hey. Oh my god. Het is zeker complicated. Het is ook niet makkelijk. Ik denk dat huwelijk ook niet per se eenvoudig is. Nee. Maar ja, ik denk dat het iets moois, dat het iets moois kan zijn. Niks in life is denk ik eenvoudig. We denken er misschien makkelijker over. Dus voor alles moet je gewoon hard werken. Daar zit toch ook veel meer beloning aan als je hard werkt voor iets. En uiteindelijk lukt het toch. Dan geniet je meer dan wanneer het je zo is toegeworpen. En zal ik je vertellen, broeder? De pijn is onvermijdelijk. En wat bedoel ik als ik dat zeg? Je kan nu de pijn van discipline willen skippen. Maar dan komt de pijn van spijt achteraf. Mm. Of je kan nu de pijn van discipline nemen. En dan bespaar je jezelf de pijn van spijt. Mm-hmm. Pijn is onvermijdelijk. Onvermijdelijk. Dit is echt een mooie afsluiting. Moeite moet je gewoon doen. Ja, maar je zegt het. Heb jij ook een complicated question? Dan kan je dat sturen naar itscomplicated@phoenix.nl en dan gaan wij jou proberen te helpen. Dan gaan we je vraag behandelen. Yes. Bedankt. Dat zijn goede vragen. Thanks man, Joes. Lobby, zeg leuk om hier te zijn. Zeg ze nog één keer trouw, want... Trouw alleen als je van je vrouw houdt. Oh, bijna. Bijna. Ik ben niet zo goed als Jay, sorry. Ik ga wat oefeningen doen.